Voor de zomerreces hebben we het er eigenlijk best wel even over gehad. We hebben inspreker gehad, meneer Mooiman, die het ook wel heel belangrijk vindt om dat hondenspeelveldje te gaan regelen, te gaan beheren, te gaan... Wat was jouw vraag aan de wethouder? Wat de stand van zaken nu na het zomerreces is, of er al iets mee gedaan wordt? Nou, hele goede situatie. Het hondenspeelveldje... gaan we inderdaad serieus bekijken, hè? Althans de mogelijkheden. We gaan wellicht een gesprek voeren met de heer Mooiman, hè, die het initiatief heeft genomen, de petitie heeft ingediend. En we hebben afgesproken met de raad dat het college in ieder geval een voorstel slash advies gaat voorbereiden. En dat we wat wellicht in de naaste toekomst voorleggen aan de raad en dat we daarover in gesprek gaan. Vindt u van de plek die meneer Mooiman voorstelt? Nou, op zich, hij doelt eigenlijk op het molenpad. En dan heb je daar wat fruitbomen staan en op die plek zou het heel erg goed kunnen. Dus wij moeten nog even onderzoeken of dat een optimale mogelijkheid is. Misschien zijn er ook nog andere plekken mogelijk. Maar dan wil hij een veldje van ongeveer 50 bij 50 en dat zou daar in principe wel kunnen. Maar dat is nog wel wat haken en ogen aan die we nog eens nader willen bekijken. Maar in ieder geval gaan we het serieus onderzoeken.